Op diverse ogenblikken in de ontwikkeling in de geschiedenis van een familiebedrijf stelt de familie zich de vraag: hoe gaan we verder? En dan zijn er verschillende mogelijkheden. Dan wordt er wel eens naar de kinderen gekeken. Er is ook nagedacht over de vraag of er aan externe moet worden verkocht. En soms komt men daar niet helemaal uit. En dat is omdat er dikwijls een emotioneel proces aan de gang is. Ouders die graag hebben dat de kinderen verder gaan. De kinderen die zeggen van, ja, ik heb er niet zoveel zin in. Of misschien moet er ook eerlijk toegegeven worden dat ze de kwaliteiten niet helemaal hebben. En dus in het kader van de continuïteit van het bedrijf, moet men zich soms een keer de vraag stellen of het tijdelijk of definitief geen goed idee zou zijn om een management buy-in of een management buy-out te overwegen. Mensen die al in het management zitten vandaag en die eventueel de ambitie hebben om een stukje overname te doen en het dan verder te gaan opnemen, of mensen van buitenaf die zeggen van ik heb managementkwaliteit en ik heb vaardigheden en ik wil eigenlijk dat familiebedrijf wat overnemen. Dat zijn de verschillende mogelijkheden in zo'n scenario. Wat men dan wel eens vergeet, dat is dat men snel niet over financiële dingen moet beginnen praten en dat men niet te veel naar de cijfers moet kijken vanaf het eerste ogenblik. Maar dat men vooral moet voelen of die match daar is. Want wat is nu erger dan het bedrijf verkopen aan iemand die men niet zo heel goed kent, waarvan men de waarde niet zo goed kan inschatten en dan achteraf te moeten vaststellen dat het fout gegaan is. Zelfs al was de prijs goed, zelfs al was de juridische omkadering goed voorbereid. En dus probeer dan in zo'n scenario echt goed vooraf te voelen of die culturele match daar is, of men op dezelfde golflengte zit. En heel belangrijk daarbij, probeer de juiste intenties van de andere partij vooraf goed in te schatten. Is het wel zo dat die manager die beweert dat hij al die ervaringen heeft, dat hij die ervaring heeft opgedaan? Misschien zegt hij dat zomaar en probeert u te overtuigen van het feit dat u het niet goed gedaan heeft als familieondernemer. En soms kan het gebeuren dat door goed vooraf die gesprekken te voeren, zonder cijfers, zonder contract, dat men aanvoelt van nee, met die meneer of die mevrouw gaat het niet lukken. En dan heb ik maar één tip: stop met het proces.